Niet zeg maar, voor mijn ego was het geweldig geweest als ik zeg maar tot de club had kunnen behoren. Hè? Tegenwoordig praat je nog over 8.500 mensen in de wereld die de hele wereld runnen. Het zou geweldig geweest zijn als ik in die tijd daar ook een zetel in had gehad. Maar concreet, als je zegt de top van de piramide weet 100%, kun je een percentage aangeven waar jij zat qua weten en snappen wat er allemaal gebeurde? In mijn werk moest ik 100% weten. Wow. Het kon niet anders, omdat de belangen waren heel groot. Juist voor die top. Juist. En als ik niet alle details wist, kon ik onherroepelijk fouten maken. En dat betekent dat je dus een spin-off krijgt, want fouten worden gesignaleerd. Dan gaan dus allemaal mensen die het niet weten, gaan zich ermee bemoeien. Ja. Je praat hierover bijna een onmenselijk zenuwstelsel hebben. Ja. Om op dit niveau te werken. En had je dat? Ja, het ging prima. De vrieskast werkte goed. Ja, ja. Ja, dat heeft. Ik heb op het hoogste niveau ongeveer 5 jaar gespeeld. En toen was het ook over uit en sluiten. Dat was een heel heftig moment. Daar. Ja. Dat gebeurde ineens? Of door een. Nou, een ineens, nee. Het punt is. Ik heb één klein voorbeeldje gegeven van wat er binnen die handel speelde. Hè? Dus dat ging dus in dit geval om het omwisselen van valuta's, hè, van dollars naar andere. Het ging erom dat het veilig werd weggezet, deposito's. En het ging erom dat het vermogen goed werd beheerd. Hè? Dus dat het weer ook rendement zou gaan geven. Dat er weer investering kon gedaan worden met het geld. Het niveau waarop ik in die 5 jaar ging spelen, en dat gaat niet van de een op de andere dag. Je moet je sporen verdienen. En ik had, ik heb de gave om heel snel, zeg maar, allemaal losstaande deeltjes, informaties, op een bepaalde manier met elkaar te combineren. Waardoor ik een totaaloverzicht krijg van waar ik allemaal rekening mee moet houden binnen het speelveld. Dus zeer gedetailleerd. En dat valt op, dat je die gave hebt. En daarom kan ik ook zeggen, mij werd gewoon die 100% gegeven op mijn werkveld, op mijn gebied. Dus ik wist niet alle 100% van hun. Ik wist alles wat ik moest weten in de 100% van de zaak die ik moest draaien met collega's. En daar had ik dan vaak de leiding in, omdat ik heel snel alles overzag. Je kon schakelen ook. Ja, en ik kon ook de innovatie er nog in gooien van hoe los je het dan op. Ik vond dat leuk. Ik vond dat leuk om te creëren op een manier dat je alles en iedereen te vlug af was, te slim af was. Kon spelen met al die regels en dat het allemaal ook nog klopte. Dat vond ik een heel leuk spel. Maar aan de andere kant had je een hele hoge verantwoording. En je kreeg steeds meer te weten over de werkelijke wereld. Want via de financiële wereld kom je alles echt te weten. Dus maar dus je zegt alles? Op welk vlak nou, moet ik dan je klanten, denken? Je klanten, aan je klanten kon je heel duidelijk een wereld ontdekken, hoe die in elkaar zat. En achteraf gezien wist ik nog steeds niet alles, maar ik wist al wel veel. Want je klanten waren banken, hè, die wilden hun handen ook schoon houden. Ja. Maar binnen zo'n bank zitten dus een aantal mensen die weten donders goed wat er altijd speelt. Dus bij, zeg maar, 1% binnen een bank weet precies wat er werkelijk speelt in deze wereld. Dat moet ook wel, want die hebben dus te maken met al die geldstromen. Maar dat zijn je klanten. Maar je hebt ook uiteindelijk met overheden te maken. Je hebt te maken met multinationals. Je hebt te maken met geheime diensten. Maar je hebt ook te maken met wat ze nu noemen terroristische organisaties. Je krijgt dus het hele palet van groot geld aan cliënteel. En dan zie je ook de verbindingen. Dat staat dan los van elkaar, wat je net zei. Ieder weet een deel. Maar jij zit er middenin. Dus jij ziet steeds meer van, oh, maar nu komt het van dit. En dan gaat het naar daar. En van daar gaat het naar daar. Je krijgt steeds meer informatie en overzicht over wat er werkelijk speelt. En moet je ook al die handen, noem ik het maar even, dienen? Dus als we het nu hebben over terroristen en zo, die dien je ook. Je probeert iedereen tevreden te houden. Ja. Mijn hemel. Ja. Dat was je werk. De borden in de lucht houden. Ja.
Ja, en wat een van de dingen waar voor mij een luik open ging, dat ik toen eerst niet wist, maar nu wel, dat is bijvoorbeeld geheime diensten. Je denkt dan van geheime diensten zijn in het belang van een land en van een volk, ja, enzovoorts, ja, enzovoort. Ja, ja. Maar dan blijken dat eigenlijk wat ze nu noemen criminele organisaties te zijn. Mm-hmm. Althans, het systeem is zwaar crimineel. Ja. Het gaat over het financieren van oorlogen, het creëren van oorlogen, het creëren van eigenlijk heel veel ellende in deze wereld. Mm-hmm. He, dus ook heel veel strijd. Ja. En dan denk ik van, jeetje, de mensen moesten eens weten hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Voor die diensten is niets te dol. Nee. Niets. Maar ook hun hebben weer hun geldstromen. Want als hun dus in de handel van drugs zitten, of in de handel van wapens, of in de handel van, noem het maar op, mensen. Al dat geld moet ergens naartoe. Alles moet gefinancierd worden. Maar je zegt als, maar jij kunt bevestigen dat ze dat zitten. Allemaal. Ja. Allemaal. Ja. Dus de hele wereld is niet de wereld van waar we allemaal van denken dat de wereld is zoals die is. Nee. Daar kom je dus achter door dat werk. En waar het bij mij dus misging, om het zo maar te zeggen. Goed ging, uiteindelijk. Ja. Achteraf gezien is het maar goed geweest. Maar ik kreeg stroomstoringen op de diepvriezer. Ja. Er gebeurden allemaal dingen. Ik kwam bijvoorbeeld op een andere beurs en dan zei een van de collega's daar van, Ronald, weet je nog met die Italiaanse lieren? Ik zeg dat in de lezingen ook wel eens. Weet je nog met die deals met die Italiaanse lieren? Dat we dus Italiaanse lieren gingen dumpen massaal. En waardoor de lieren een opdonder kreeg. Hè, het werd op dat moment een mindere positie. Waardoor dus een bedrijf in Italië daar last van kreeg op een dusdanige manier dat het bedrijf over de kop ging. En dat je dan op die beurs hoort van, weet je nog met die succesvolle Italiaanse lieren? Ja. En dat ze dan zeggen, weet je dat de eigenaar zelfmoord heeft gepleegd en een gezin achterlaat? Dat soort dingen. Au. En toen lachten je erom. Ha, 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 met elkaar, allemaal. Wauw. We scheten op de mensen. Het was gewoon een product. Afval. Alles was afval. Mm-hmm. De natuur, de planeet, alles mocht kapot. Nutteloze meeeters. Als we maar onze doelen haalden. Mm-hmm. Als we maar groeiden. Ja. Veel van mijn collega's gingen ook uiteindelijk aan de drank of aan de drugs. Ja. Ik niet. Had ik beter misschien ook kunnen doen. Of niet. Nee, achteraf gezien is het allemaal goed gegaan en is het mooi dat ik nog leef. Maar al die opstapelingen van al die erge dingen brak door. Kun je een voorbeeld geven nu? Want ik voel dat er heel veel gebeurd is met jou. Ja, het is ook een lastig stukje om te zeggen. Dat voel ik. Maar dat is, als je erover wilt vertellen, prima. En wat je niet kwijt wilt. Ik zeg alleen maar wat ik wil zeggen. Alleen, het roept het wel raadje dingen op. En ja, ik merk dat omdat ik nu niet in een diepvries zit, dat het me ook erg raakt. Heel mooi. Het raakt mij ook. Maar oké. Okay. Kun jij vertellen wat het ergste is wat je hebt meegemaakt? Waardoor je zegt, en daar was voor mij gewoon toen Nou, dat is dus het breekpunt geweest. Je komt zo diep in die kringen. Je tekent ook eigenlijk een, ik heb niet met bloed getekend ergens voor, maar je tekent wel een contract voor je leven dat je zwijgt over namen van bedrijven, organisaties, personen. Dat is ook de reden waarom ik denk nog steeds leef. Je houdt je daaraan. Maar als het gaat om de meest erge dingen die ik heb meegemaakt, ik heb net verteld over dingen waar ik stroomstoringen mee kreeg. Het geweten begon dus. Laten we het zo zeggen, ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald, ik ben geen psychopaat geworden. Dat geweten brak door. En het ergste wat mij overkomen was, dat was omdat ik zo'n goed aanzien had, zo succesvol was en zo vertrouwd was met mensen in deze wereld die dus op dat niveau speelden. Ik moet ook zeggen dat de meeste van deze mensen hadden een geloof wat afwijkt van het gemiddelde. Je hebt katholieken, je hebt protestanten, je hebt allerlei soorten van religies. Deze mensen
De meeste daarvan hadden een Luciferiaans geloof. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. Mm-hmm. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja. Okay. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou. Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ja. Ik koppelde het nog niet zo. Nee. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in, omdat dat, ja, als gast zeg maar. Omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Hè? Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment. Toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Oké. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. Wil je even stoppen trouwens? Of nee. Okay. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te storten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt. Ja. En dat raakte mij zo. Alles ging om. Maar dat is de wereld waar ik uitkom. En toen begon ik dus dingen te weigeren binnen mijn werk. Ik kon het niet meer. En toen werd ik een gevaar. Voor hen, natuurlijk. Ik begon niet meer optimaal te... Ik begon te rammelen en ik had dingen geweigerd. Ik had niet deelgenomen. Want het gaat erom, uiteindelijk in die wereld, dat ze iedereen ook in hun zak willen hebben. Ze moeten chantabel worden. En het chanteren van mij was erg moeilijk. Als ik dat allemaal achteraf bekijk. Dat hadden ze willen doen via de kinderen. Ja. En daar brak ik. Is dat... Jij vertelt nu iets wat mij niet onbekend voorkomt. Wat ze in de politiek ook doen. Als je op internet gaat googlen, kom je wereldwijd genoeg getuigenissen tegen om te weten dat dit geen... Walt Disney verhaaltjes. Het is helaas zo dat wereldwijd, en dit is niet alleen van deze tijd, dit is al van duizenden jaren. Ja. Ik heb ook ooit nog een stuk theologie gestudeerd. Ja. Zelfs in de Bijbel kom je het tegen bij de Israëlieten. Ja. Een van de redenen waarom de eerste 10 stammen toen uit hun land werden gezet en verbannen werden naar Babylonië, was juist vanwege de rituelen met kinderen. Ja. Inclusief het offeren van kinderen. Dus dit is een lijn. Vanuit al die shit ben ik ook gaan geloven. Omdat ik besefte dat er meer was dan alleen maar hemel en aarde. Er is werkelijk een onzichtbare wereld. Je praat werkelijk over een duistere macht. En je praat ook over een lichtmanifestatie. Dus ik ben maar theologie gaan studeren om te begrijpen waar dit allemaal over ging. En psychologie heb ik begrepen. Ja, alleen dat zat al in mijn eerste leven. Ja. Omdat via commerciële psychologie, massapsychologie... Ik wist hoe je zaken naar de hand kon zetten. Dat is eng, want daar zit, als je verder gaat, het Tavistock Instituut natuurlijk, de Mind Control, MK Ultra, ja. Monarch, ja. Al die vormen, ja. Van nee, dat mind klopt. Dat, maar dat zat allemaal, zeg maar, in je werk zat dit allemaal. Ja. Ik ben daar via mijn werk juist alleen maar zwaarder in getraind. Omdat als je deals zet, moet je ook de media manipuleren. Je moet heel veel manipuleren.
Want al. Welcome to the real world.